Reuben, goedemiddag. Goedemiddag. Nog steeds die perikelen bij de metro of gaat het al beter? Ja, nog steeds, want ik hou er niet zo van om met de metro te gaan. Nee, nee. Vandaar dat liedje ook. Het blijft nog steeds een probleem. Ja, maar het is wel zo dat ik soms met de metro moet en dan ga ik wel. Het is niet dat ik de metro echt vermijd. Nee, af en toe moet je wel, maar gaat het wel beter? Of zeg je van die problemen zijn er nog steeds overal dat je wel in kan stappen, niet in kan stappen, wel geen licht? De problemen zijn er nog steeds. Oké, dus heeft het liedje nog niet geholpen? Dat is van jouw cd Zonnebril? Ja. 3 jaar oud, 4 jaar oud? Ja, drie, vier jaar oud. Oké. Was een leuk feestje toen die gedoopt werd, de Zonnebril, zeker, de cd. En hoe gaat het met jouw creatieve leven sindsdien? Ja, ik ben van allebei gaan doen. Ik heb een klein studiootje thuis. En daar heb ik de cd onder andere opgenomen. Maar ik doe nou ook fotografie erbij, videobewerking en camerawerk. En dat is van alles wat eigenlijk. Fotografie, hoe doe je dat? Ga jij gewoon de straat op en heb je dan een camera om je nek? Nee. Mijn camera staat op een statief. En dan maak ik gewoon foto's. Ik heb een hele fotohoek. En dan maak ik foto's gewoon voor een groen scherm. Oké, je doet het gewoon thuis? Ja. Met licht en al erbij. En wat zijn dan de onderwerpen die je fotografeert? Het zijn nu nog heel veel portretfoto's van mezelf, omdat ik het aan het leren ben. Ik leer het zelf aan. En ik vind het in ieder geval hartstikke leuk om te doen. Ja, maar je hebt ook een heel lief poesje wat natuurlijk graag wil poseren. Ja. Ja, hij blijft heel erg stilzitten voor de camera. Dus dat is wel leuk. Ja. Dan is die rustiger geworden, de dondersteen. En hoe is het met de muziek? Ja, gaat ook goed. Ik ben in ieder geval bezig met nieuwe liedjes. Er liggen een heleboel op de plank. Maar we zijn dit jaar aan het kijken of we aan het einde van het jaar de nieuwe cd kunnen uitbrengen. Weer Nederlandstalig? Ja, en weer over mijn dagelijks leven. Weer over wat jij allemaal meemaakt en tegenkomt. Je leven in een rolstoel, dat blijft dus een inspiratiebron en een bron van ergernis misschien. Ja, dat is zo. En hoe is het met de band? Heb je een eigen band? Ja, we zijn nog wel bij elkaar, maar we treden niet zoveel op. Omdat iedereen het een beetje druk heeft met andere dingen. En we moeten gewoon kijken of we een keer ergens kunnen optreden. Want ik blijf dat hartstikke leuk vinden. Ja, de andere jongens ook, denk ik. Ja. Maar het is gewoon moeilijk om een ingang ergens te vinden of om ergens te gaan optreden. Ook omdat ik in een rolstoel zit, kom je daar ook weer dingen tegen dat je niet op het podium kan. Dat is natuurlijk best lastig, want niet elk theatertje of elk podium is geschikt om rolstoelvriendelijk. Ja, klopt. En toen ik mijn cd-presentatie ging doen in de Kroephoekfabriek, hadden we zelfs een lift geregeld. Ja. Dus dat blijf je natuurlijk tegenkomen. Ja. Erbij. Reuben, je wil heel graag weer muziek maken gaan optreden. Ja. Werk je nog steeds met de jongens van deze cd? Of allemaal, is het een andere band? Nee, vrijwel allemaal ga ik nog mee om. En het is ook hartstikke gezellig, ook buiten de muziek. Ze komen gezellig langs, een bak koffie en zo. Ja, want we zijn toen bij jullie geweest, het was meer een vriendenclub als een beentje eigenlijk. Ja, inderdaad. Heel gezellig. Ja, vreselijk gelach. Ja, maar die jongens die willen dan denk ik toch ook wel gaan spelen en optreden? Of hebben ze allemaal andere verplichtingen ook nog? Nou, het is voor hun zo dat
ze moeten geld verdienen. Bij mij, en kijk, het is bij mij zo dat ze niet zoveel geld eraan kunnen verdienen. Dat is een beetje het probleem. En ik kan die heren ook niet zelf bekostigen. Dat gaat helaas niet. Nee, dan moet je nog even iets bekender en iets beroemder worden. Dan zou je even naar het buitenland moeten, denk ik, en daar groot worden. Dus België misschien, dat kan wel. Oké, okay. Nou ja, alle begin is moeilijk. Maar je bent wel van plan, je hebt genoeg materiaal liggen. Ja. Misschien wordt het gelijk wel een dubbel cd. Nou, zo wel ook niet. Okay. Ik denk dat ik 10 nummers heb liggen die echt kans maken voor de nieuwe plaat. Want je schrijft er inderdaad wat meer en dan kijk je welke leuk bij past bij de liedjes. Nou, je zegt van ik vind fotografie leuk, ik werk met camera, muziek maken. Ja. En je schreef ook van, ik kan het niet alleen. Ik wil daar mensen bij hebben. Nou zit je hier bij radio en tv. Dus altijd mensen die je bereikt. Wat zoek je? Wat wil je? Nou, we zoeken eigenlijk een manager die eigenlijk ingangen weet. Ja, iemand die ingangen weet om echt te gaan spelen. Of ingangen weet bij de tv of radio. En of diegene dat samen met mij wil doen. Ja. Om dat soort dingen, om optredens te regelen. Want dat is voor mij ook te moeilijk om dat in mijn eentje te doen. Maar dan vind je zo'n man en dan heb je optredens. Maar dan moeten die jongens van de band wel kunnen natuurlijk. Als er echt een concreet plan is, dan zijn ze wel bereid om daar te staan. Ja, en met die nieuwe cd willen ze ook meewerken? Daar willen ze je wel weer bij ondersteunen? En, ja, we zijn in ieder geval al begonnen aan 2 nieuwe nummers. Ja, want je hebt je eigen studio, dus je kan het bij jou thuis kan je het opnemen. Ja, dat is wel handig, ja. In de Hoekstudio. Ja, klopt. Ja. Mooi, dus mensen die Ruben kunnen ondersteunen door ingangen te helpen zoeken of om hem een beetje te managen aan optredens, neem even contact op. Hoe moeten ze jou vinden? Je kan me vinden op Facebook, Ruben Hoeksema. Dan kan je me vinden op Facebook. En via de mail. Dat is Ruben Hoeksema. Ruben, wat was het ook weer? Ik heb hem ook niet staan. Ruben.hoeksema@gmail.com. Oké. Okay. Dus sorry. Ruben.hoeksema@gmail.com. Deze cd, is die nog te krijgen? Die is nog te krijgen op iTunes. En je kan een gesigneerde ook krijgen via mij. Oké. Okay. Dus dat is dezelfde of het mailadres of gewoon via Facebook. Ja. Hij heet Zonnebril. Je hebt hem nu niet op. Doe je nog veel met zonnebrillen? Of, Nou, eigenlijk. Ja, vandaag heb ik hem toevallig niet op. Maar ik heb 25 zonnebrillen thuis op de koelkast. En af en toe dan zet ik er even eentje op. Oké. Okay. Maar vandaag. Het was niet zonnig. Het is zo slecht weer. Dus ik zet geen zonnebril op. Je krijgt er bijna een kutgevoel bij. Ja, inderdaad. Dat is nummer 4 van de cd. Dus niet dat u denkt, wat zegt die meneer ineens lelijke dingen. Ruben, hartstikke leuk dat je in de studio wilde komen. Als de nieuwe cd er is, dan willen we het graag weten, want dan gaan we hem promoten. Dank. Ik heb al gezegd, we hebben hier een leuk podium, dus daar kan je ook wel eens een keertje komen met je maten als ze zin hebben voor een optredentje. En heel veel succes. Ik hoop dat er iemand reageert die jou gaat helpen en steunen in het zoeken naar optreedmogelijkheden.
Dat zou mooi zijn.